De werkzaamheden op de Stikke Hezelstraat worden deze week afgerond. Sinds 3 april worden er gaten gegraven voor het plaatsen van bomen. De werkzaamheden duren langer dan verwacht wegens archeologische vondsten en kabels en leidingen in de grond. Onder de bomen is een speciaal irrigatiesysteem aangebracht zodat de bomen genoeg water krijgen. De ondernemers in de straat, die in eerste instantie het initiatief namen tot het opleuken van de straat, zijn blij als de werkzaamheden zijn afgerond.